Vandaag is Sabine Bijlsma de Flevolandse in het buitenland. Goedemorgen Sabine. Goedemorgen. Ja, je bent de eerste Amerikaanse die ik spreek in deze kerststate. Is iedereen al in de kerstsfeer in de Verenigde Staten? Oh ja, zeker wel. Alle winkels zitten vol met allemaal kerstspullen, speelgoed natuurlijk voor de kinderen. Het is een drukke tijd. Ja, en heb je eigen huis ook al een beetje versierd? Ja, zeker. Mijn kleine kerstboompje. Oh, heel klein kerst. Dat is wel een heel klein kerstboometje. Heb je in Amerika niet van die bouwmarkten met afgehakte Nordmanbomen en zo? Oh jawel, ja zeker wel. De levende kerstbomen die komen steeds meer terug hier ook wel. Ja, komen steeds meer terug. Is het dan een rage geweest van kunstkerstbomen? Ja, behoorlijk. Oké, en daar zijn jullie nu weer een beetje vanaf. Ja, dat klopt. Oké. Hey, nog even wat anders. Heb jij gekeken naar de WK-wedstrijd Nederland-Amerika? Ja, natuurlijk. Yay! Het was zo om te kijken. Ja, en je bent aan het juichen, maar wij zijn door en jullie niet, hè? Ja, klopt. Maar ik blijf toch Nederland. Dus ik blijf gewoon voor Nederland natuurlijk. Oh, maar als het nou andersom was geweest, dan was je ook blij geweest misschien. Ja, alle tweede kanten zou hartstikke fijn zijn geweest natuurlijk. Maar ik ben toch wel blij Nederland heeft gewonnen. Oké. Zeg, is dat wel live op televisie op de openbare zenders in Amerika? Of moet je een of andere betaalzender in huis halen om dat WK te kunnen zien? Nou, ik heb het eigenlijk bij mijn vader kunnen bekijken sinds hij ook hier woont. Die had dan het kanaal dan op zijn televisie, dus we konden het live bekijken. Juist. Zeg, ik wou even praten over je werk. Je werkt bij een restaurant op een wijngaard. En vorige keer vertelde je dat er een casino bijgebouwd gaat worden. Hoe staat het met die bouw? Is dat klaar? Ja, de Walker's Bluff Casino Resort is daar. Ja? Het wordt waarschijnlijk te early. In 2023 dat we open gaan. En hopelijk in de aankomende paar weken hoor ik ook meer of wat ik ga doen of waar ik bij betrokken word. Ja, want jij gaat dan misschien ander werk doen, hè? Het werk zal waarschijnlijk wel hetzelfde blijven, evenementen. En nu is het anders ook de hotelkamers. Maar het is nog veel groter natuurlijk als dat het hier lokaal is. Het kan internationaal worden, het kan met grote concerten te maken hebben, trainingen, conference. Er is heel veel wat eraan komt. Oké, nou het wordt dan wel inhoudelijk interessanter jouw werk. Ja, zeker. Het ontmoet heel veel mensen natuurlijk. Het is iets waar ik heel veel mee kan gaan leren. En bepaalde momenten dat ik denk van, goh Sabine, dat doen we toch maar weer eventjes. Dus hartstikke leuk. Dat meisje uit Emmeloord, die fixt dat maar even. Zeg, ja. Over Emmeloord gesproken, ja, het is kersttijd en ik vraag aan iedereen die in het buitenland zit, is er nog wat familiebezoek of is dat antwoord net al gegeven met je vader? Nou, mama die zou misschien deze tijd komen, maar vanwege de vluchten natuurlijk en de laatste boekingen, dan is het vaak nogal duur. Dus ze komen volgend jaar langs en dan kunnen we misschien wel het Casino Resort bezoeken, wie weet. Oké, en jij blijft ook met de kerst in Amerika? Ja, het is nog steeds druk op mijn werk ook met heel veel evenementen voor de kerst en bedrijven die hun award ceremonies doen. Dus ja, zeker drukke tijd. Het kan gewoon niet zonder jou, dat hoor ik al. Ja. Zeg maar, je vader die er nu bij je woont, is dat een blijvertje of gaat hij op een gegeven moment ook weer terug naar Nederland? Nee, papa die is hier ook al een behoorlijke tijd. Dat wist ik niet eens. Ja, papa is hier bijna net zo lang als dat ik hier nou ben. Ik geloof misschien 1 jaar langer. Oh. Maar we zijn alle twee bijna 14 jaar nu, dus dat gaat snel. Het gaat snel, hè? Oké, hartstikke mooi. Nou, dan wens ik je nog een prettige kersttijd, ook al is het een beetje druk. En graag tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer. Fijne feestdagen. Ja, dankjewel. Hoi.